sta hier met Arend van der Sloep, staan hier op Scheveningen en jullie hebben een actie. Arend, kan je mij vertellen, wie zijn jullie en wat doen jullie? Wij zijn eigenlijk vanuit drie verschillende organisaties de initiatiefnemers hiervan. Ja. En eigenlijk gaat het om het idee dat we met elkaar gewoon in gesprek gaan over de liefde, wat is liefde, en dan vanuit Gods liefde naar mensen toe. Ja, want ik zag jullie post daar 1 Korinthe 13 over de liefde. Kan je me in kort uitleggen wat ermee wordt bedoeld en wat er staat? Ja, de post is eigenlijk een beetje ook een trigger, zodat mensen geïnteresseerd zijn in wat er dan in 1 Korinthe 13 staat. Zeg maar, dus onvoorwaardelijke liefde, vergeeft alles, gelooft alles. Ja, je zou hem eigenlijk even moeten lezen, maar het is echt hoe God liefde bedoeld heeft, zeg maar. Ja, en hoe pas jij dat toe in je eigen leven? Dat is mijn doel, dus mijn inspiratiebron, zeg maar. En het blijft ook een proces om, zeg maar, daar steeds verder in naartoe te gaan. Voorwaardelijke liefde, zeg maar, dat is gewoon heel menselijk. Onvoorwaardelijke liefde, dat is van God en dat is gewoon echt zo. Heb je wel eens die liefde ervaren ook van God? Zeker. Ja, zeker. Hoe ervaar ik dat? Stel je voor, ik ben niet gelovig, ik zou niet gelovig zijn. Hoe kan ik als ongelovig Gods liefde ervaren? Eigenlijk door te geloven wat er in de Bijbel staat, dat de Zoon van God, Jezus, gestorven is voor iedereen, dus ook voor ongelovigen. Ook voor mij? Ook voor jou, voor iedereen. Ja. Omdat hij zoveel van ons houdt. Omdat hij zoveel van iedereen individueel houdt. God heeft, zeg maar, de mensen gemaakt. Dus hij, de maker, houdt van zijn creatie. En zelfs zoveel dat hij zijn eigen zoon, die ook in de hemel woont, gegeven heeft. Ja. En op aarde is geweest en aan het kruis gestorven is voor ons. Omdat hij zoveel van ons houdt. En omdat wij het zelf niet redden, zeg maar. Ja. God is ook die onvoorwaardelijke liefde, God. Dat is een hele hoge lat, onvoorwaardelijke liefde. Ja, en wij halen dat niet, zeg maar. En daarom heeft hij ook de wet gegeven om te laten zien van jullie halen dat eigenlijk zelf niet. Ik vind het zelf onmogelijk om onvoorwaardelijke liefde te hebben. Zeg maar, als iemand mij zeer doet, dan word ik daar boos en verontwaardigd over, zeg maar. Dat is mijn eerste reactie, niet om een liefde te hebben. Ja, ik vind het heel mooi wat je allemaal zegt, maar er zijn ook mensen natuurlijk die denken van goh, geloof en liefde, hoe zit dat dan? Er zijn zoveel oorlogen geweest, als je kijkt in de geschiedenis naar de kruistochten. Hoe kan je dat zien als ik vraag mag? Ik denk dat dat ook heel erg de menselijke interpretaties is, zeg maar. Want God heeft natuurlijk een bepaald beeld van over, dat probeert hij over te brengen. Ja. Maar er zijn zoveel verschillende mensen die waarop dat overgebracht moet worden. Ja. En schrijvers hebben daar last van. Met het islamitische geloof hebben ze er last van dat ze het ook niet allemaal eens zijn met wat er gebeurt. Maar en in het christendom is er ook onenigheid, zeg maar, kruistochten. Er zal nu niemand meer achter staan en dat we dat moeten doen en dat we naar Jeruzalem moeten met z'n allen. Ja. Want God houdt van ons, zeg maar, en dat is ook onze boodschap. God houdt van ons individueel. Het is geen religie-relatie, dus God naar een religie, dus God met mensen een relatie. Ja, dat is mooi. Ik heb een tekst die ik gelezen op 1 Korinthe 13, staat iets over geduld ook. Kan je me vertellen wat het met liefde te maken heeft? Ja, dat is wel lastig. Ik weet het zelf niet precies hoor, maar ik denk wel dat liefde heel geduldig is ook, zeg maar. Dat als je één keer een fout maakt, stel dat je jouw vriendin of een vrouw die maakt een fout,